We openen hem nog steeds met Modonation. Modonation, nog steeds. Bordeaux Roots. Tuurlijk, even wat anders. Laat hem even goed zien. Dit is een dresscode hoor, kijk maar. Nice hè? Ik niet mijn schoenen. Ik ben schoenen vergeten. Ja, knippen we eruit. Ja, maar wordt uitgeknipt. Check, viraal. Ja. En natuurlijk nog steeds de homie, de broeder Ray bij je. Altijd. Fight of the night, ben je het daarmee eens? Ja, ik denk het wel, ja. Ik denk het wel. Ik zat in de pers tussen de mensen, de fans, de supporters. En ze gingen uit hun plaat, man. Dit was echt een slagfest. Ik denk het wel, ja. Ik ben er vrij ongeschonden uitgekomen. En dat is het eigenlijk. Neem ons eerst mee. We gaan hem even langzaam analyseren. Ja. Bedankt voor je tijd. Ik weet, je bent een druk bezette man. Je maakt altijd tijd voor ons. Heerlijk. Nogmaals, heel veel respect daarvoor. De walkout. Ja, moest. Ik had als enige ding, zei ik, wil meer danseressen. En dat is geregeld. Klein beetje entertainment voor de kijkers, voor de fans. En ik hoop dat ze hebben genoten van de wedstrijd en van de walkout. Want het was echt een liedje, hè? Modonation hoorde ik. Ik zat echt te luisteren. Donegi, ja toch? Ja, zeker. Mooi man. Wie kunnen we daar een shout-out voor geven? Masons, de Dansfabriek Nieuwegein. En zo naar hun. Hun hebben het geregeld, dat was de vorige keer. Shout-out naar hun. Dan gaan we nu naar de wedstrijd. Ronde 1, zeg het maar. Ja, was voor mij overduidelijk. En ik denk dat ze gewoon gaan kijken naar de hele wedstrijd. Ik was de complete vechter sowieso. Coach komt de ring in. Ik weet niet of dat mag. Mijn voet is uit de ring. Ze gaan echt aan het doorgaan. Dus heel veel vraagtekens. Maar helaas, ze hebben het aan hem gegeven deze keer. Vraagtekens erbij. Ik heb mijn telefoon geopend. En als ik hier rondloop, hoor ik steeds hetzelfde geluid eigenlijk. Je hebt er niet helemaal vrede mee. Ik moet er nog terugkijken, maar van hoe het in mijn hoofd ging en wat ik van de mensen hoor, klopt het niet helemaal, maar het is wat het is. Een nieuwe les, een nieuwe dag. We komen weer sterker terug. Wat ik sterk vind van jou is, je komt gewoon naar de pers. Het is geen achterdeurtje en wegwezen. Je komt hier iedereen netjes te woord staan. Dat vind ik heel erg respectvol. Ja, tuurlijk. Respect is sowieso altijd belangrijk. En het is maar een wedstrijd, het leven gaat verder. Het is een leermoment. En voor de rest moet ik nog even met mijn team praten, meteen met Glory praten. Over wat nu verder, maar dat is het eigenlijk. We hebben ons best gedaan. We hebben vooruitgang laten zien. En dat is het belangrijkste, denk ik. Saïd, wat zei die na afloop tegen jou? Verschillende dingen. Wat ik beter had kunnen doen. Wat controversieel was. En dat eigenlijk. Zij is altijd heel streng. En ik ben ook heel streng op mezelf natuurlijk. En ik moet het even terugkijken. En dan pas kan ik zeggen van wat beter kon of wat niet beter kon. Wat wel klopt en wat niet klopt. Maar het is wat het is. Jullie zijn twee professoren. Jullie zijn echte kickbox nerds eigenlijk. Ja, klopt. In positieve zin, hè? Ja, zeker. Klopt, ja. We zijn heel erg bezig met het spelletje. En ik denk dat ik deze partij meer complete dingen heb laten zien. En er is altijd ruimte voor verbetering. Dus hierna gaan we weer terug naar de tekentafel. En dan gaan we vanaf daar. Ik merk, ja, je moet het echt nog terugkijken. Maar je moet het nog een plekje geven. Klopt dat? Ja, zeker. En vooral een paar dingen die tijdens de wedstrijd zijn gebeurd. Zijn een beetje apart, laten we het even zo noemen. Heb je het dan over de Mike Polane incident? Onder andere. Sinds wanneer mag een coach gewoon in de ring komen en er gebeurt niks. Dat is sowieso iets heel apart in mijn ogen. Ja. En ik weet ook niet of dat mag, maar het is wat het is, snap je wat ik bedoel? We hebben ons best gedaan. En wat is gebeurd, ja. Meer kan ik er eigenlijk niet meer over zeggen. Nee, we gaan vooruit kijken. Dat past ook beter bij jou. Ja. Wat is de grootste les die jij uit dit gevecht meeneemt? Goeie vraag eigenlijk. Ja, is nog tot. Ik moet even terugkijken. En dan kan ik kijken welke stappen er gemaakt moeten gaan worden. Ik ga even met mijn team zitten. En dan gaan we vanaf daar. Je komt gewoon terug, hè? Ja, zeker. Er staan wat andere dingen op de planning. Maar er zal vast een dag zijn dat we in de Glory Ring stappen. Misschien komt er nog een Glory Light Heavyweight Grand Prix. Doe je daar dan uiteraard aan mee? Als het financieel aantrekkelijk is, denk ik wel, ja. Het moet minimaal 500.000 zijn.
Ja, zeker, zeker. Ja. Het is leuk vechten voor niks, maar het moet wel echt even financieel aantrekkelijk zijn. Anders wordt het niks. Ben jij maandag weer in de gym te vinden? Of? Ik ben maandag in het vliegtuig. Waar ga je naartoe? Ik ga naar Colombia. Oh. Ja, ik had het al geboekt. Eerst Colombia en dan gaan we terug naar Suriname. En dan zijn we over de maand zijn we weer terug. En dan gaan we vanaf daar. Mooi man, ik ga jouw socials weer in de gaten houden. En ik zie jou snel, ik kom je opzoeken, dat weet je. Je bent niet van me af. Gezellig.